Ik ben hier vandaag te gast bij Mavico, distributeur van onder andere Recording King. En we zitten hier in een heel knus studiootje, pal boven de loods. Dus ze zijn hier onder mij heel druk bezig met heel veel dozen in vrachtwagens stoppen die naar de muziekwinkels gaan. Want de business is booming op het moment. Dus je kan hier en daar wat piepen, kraken, fluiten en overvliegende vliegtuigen horen. Qua specs is deze gitaar super compleet. Voor de veel eisende gitarist met een gering budget, onder de 500 euro, heb je dus een super professionele volklingende gitaar. Helemaal massief hout. Dus het bovenblad is van sparren. Zij en achterkanten zijn van mahonie. De hals is van mahonie. De toets en de brug zijn van padoek. We hebben hier een benen topkam en een benen brugzadel, wat voor een goede projectie zorgt. En hier aan de achterkant hebben we open-geared vintage style tuners die heel soepel werken. Hij is gefinished in een hele fijne, natuurlijk voelende satin lak. Zero VOC noemen ze dat. Beter voor het milieu en meer duurzaam dus. En omdat hij satin is, voelt hij super natuurlijk aan alsof je er al jaren op speelt. De hals is een volle C. En door die satin lak is het echt super comfortabel spelen. Last but not least zit er een ingebouwd Fishman Sonitone pick-up in. Wat een hele goede pick-up is waarmee je meteen het podium op kan. Er zit hier in het klankgat subtiel verwerkt een volume en tone control. En hier aan de zijkant heb je de output en een batterijklepje waardoor je super makkelijk de batterij kunt verwisselen. Dit was dus het betere akkoordenwerk, waar een dreadnought natuurlijk echt in uitblinkt. Maar fingerpicking klinkt eigenlijk ook heel goed op zo'n gitaar.